Een pumptrackbaan is een aaneengesloten circuit met buiten- en kombochten die elkaar ritmisch opvolgen. Je kunt het zien als een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark. En daardoor is het geschikt voor crossfietsen, mountainbikes, stuntstepjes, loopfietsen, inlineskates, longboards en skateboards. Dus eigenlijk voor alle fiets- en skatesporten. Het is laagdrempelig en het bereikt een grote doelgroep. Ook veel kinderen zie je op dit soort banen, maar is het een gevaarlijke sport? Ja, ik draag persoonlijk alleen een helm. Ja. Maar je kan ook elleboogbescherming, kniebescherming dragen. Veel oefenen, maar ook tijdens het oefenen gewoon bescherming blijven dragen. Per toeval hier? Niet helemaal per toeval. De clubgenoot van mij van de fietsvereniging is onderdeel van de Kanjers voor Kanjers. Zodoende waren wij eigenlijk al op de hoogte. Ja, wat voor ons gewoon belangrijk is, ja, je leert gewoon allerlei soorten sporten kennen. En dat vind ik leuk om mijn kinderen mee te geven. Hoe ben je met deze sport in aanraking gekomen? Door vrienden. Vrienden? Ja, van school. Vroeger. Je doet ook wedstrijden? Ja, dit is de eerste wedstrijd waar ik echt aan meedoen. Ja, hij fietst nu voor de eerste keer achter mij langs ergens, denk ik zo meteen. Ja. Vanochtend wilde hij helemaal niet. Nou, tot hij nu op de baantje is, het er niet van af te slaan, dus het werkt wel. Voor volwassenen zou ik eerder een fiets kiezen. Ja. Step is toch net wel ietsjes trickier. Met een step val je ook iets sneller dan met een fiets. Want op een fiets sta je gewoon veel stabieler op, een step sta je meer rechtop. Ja, wij zijn hier vorig jaar geweest bij het NK Pumptrack. Alleen om te kijken is het al bijzonder om te zien. En het is eigenlijk nog leuker om te zien hoe je zoontje ervan geniet. Ja. Dus ja, dat is wel voor hun de eerste kennismaking. Ja, steppen op de pumptrack echt een jaar. Maar het BMX doe ik wel 12 jaar nu. Als u nu uw zoontje zegt, ik wil hier verder mee, dan is dat geen probleem. Ja, ik vind altijd dat ze plezier in de sport moeten hebben. Ja. En als ze daar alles uit kunnen halen en hij vindt het hartstikke leuk om te doen, ja, zou ik niet heel snel nee zeggen.